Ik kocht gisteren 6200 paar Crocs. En dan heb je weer de kracht van de social media. Je koopt het gisteren. Je kondigt de verkoop vandaag aan. Ruimte gemaakt, alles uitgestald. En kijken we of we de menigte op de been krijgen. Het is weer super spannend. Ik denk dat ik iedere dag 1500 verkoop. Maar je weet het nooit. Heel spannend, heel spannend. Ja, heel spannend. Ja, hier kun je toch de hele wereld op overlopen. We zouden ook getrouwd kunnen zijn op Crocs. Op maat en op kleur gesorteerd? Nee, daar had ik geen tijd voor. Nee, alles door elkaar. Iedereen wil wat hebben. Het is graaien. Dankjewel. Dat was een zware bevalling, hè? Goed gedaan. Ik had echt niet later moeten komen, dan had ik echt niks meer gekregen. Het is echt gekke werk. Ik heb wel wat leuks. Echt blij dat ik niet op het hoogtepunt hier was. Ik ben nu al overprikkeld. Het is echt zo snel mogelijk naar buiten. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, we zijn echt mega geslaagd. Ja, het was wel echt heftig binnen. Een soort oorlogsgebied. We hebben echt wel geluk gehad dat we vooruit stonden. Ja, maar we hebben echt goede voorraad Crocs. We kunnen weer jaren vooruit. Normaal wel. Geslaagd, hè? Ja. Ook voor jou, toch, Nout? Ja. Ja, heel erg leuk was het. Lange. Alles goed, hè? Het was niet nummer 1, maar hij was natuurlijk hysterisch. Die drukte, deze drukte van deze verkoop heb ik nooit eerder op de been gekregen.